Vandaag moet ik proberen in het klein te overleven en Giel in het groot. Giel, wat ben jij gigantisch groot daar aan de overkant. Waar komt die stem vandaan? Santino, waar ben je? Santino? Hallo! Ja, hallo? Ik ben heel erg klein, Giel. Let op, kijk hier. Oh, zie je me? Nu zie ik je. Oh jee, dit is wel heel erg lastig om jou te vinden op deze manier, hoor. Ik ben kleiner dan die kikker, maat. Kijk, dan moet je dit zien. Zo, ik zie die kikker inderdaad beter dan dat ik jou zie, man. Oké, wij hebben dus ieder een eiland gehad, Giel. Ik zie het, ja, mooi. Wij moeten proberen te overleven. Jij moet proberen als een reus te overleven. En ik moet proberen als een klein ukkie te overleven. Ik begin met het hakken van het bovenste blok van het hout van de boom, zeg maar. Zo groot ben ik. Ja, ik moet dus... Oh god, dat varken komt op me af. Ik hoop dat varken me niet gaat aanvallen. Ik denk het niet. Varkens zijn best wel aardig. Oké, eens even kijken. Waar gaan we mee beginnen? Ik ga als eerst... Weet je wat het is? Die kikker kijkt me heel erg eng aan. Alsof ik een soort vlieg ben of zo. Ik heb daar echt helemaal geen trek in. Bij mij kijkt het schaap me geschrokken aan, omdat ik zo groot ben. Ja, dat snap ik inderdaad. Dat is een ja. beetje het verschil, zeg maar. Oeh, ik kan gelukkig wel blokken op de grond hakken. Oh, ik was al bang. Ik heb daar helemaal natuurlijk geen problemen mee. Maar jij moet natuurlijk heel erg veel bukken om te gaan graven, denk ik. Kijk, Santino, ik ben al bij het bovenste blokje van deze boom aan het hakken. Ja, maar dat is niet ook heel erg moeilijk, hè, Giel? Echt? Wat vind je trouwens van een mooie groene blouse? Die heb ik even voor jou aangetrokken. Nou, dat vind ik echt heel erg aan. Ik vind het echt mooi. Je hebt ook echt zo'n bloemetjespatroon erop zitten ja? of zo. Ja, wel, hè? Ik ben hier ook een soffel op vakantie. Het is allemaal zo makkelijk. Oh, ja, tuurlijk. Ja, jij kan natuurlijk weer de hoogste boom beklimmen en de hoogste boom hakken. Ik moet klimmen. Ja, zeker weten. Dit gaat... Schaap gaat aan de kant. Santino, ik zei toch toen net dat ik bij de grond kom? Dat klopt niet helemaal. Ik kan er niet helemaal bij. Oh, nee. Kan je er niet helemaal bij? Oh. Nee, ik kan er niet helemaal bij, Santino. Ik zit hier gewoon soft van vast eigenlijk. Ja, maar hoe ga je dan in godsnaam een huis bouwen? Ja, nou, ik ben al een tactiek aan het verzinnen. En het lijkt aardig te werken. Alleen, alleen zitten mijn voeten, zeg maar, voor de plek waar ik een blok wil neerzetten. Het is jij bent niet echt anders, dit. Veel te groot. Jij bent echt veel te groot. Nou, ik ga alvast een beetje minen, maat. Jij kan ook gewoon een huis bouwen van één hoog. Van één blok hoog. Ik moet hem, zeg maar, van 10 hoog maken. Oh ja, dat is inderdaad het geval. Ik kan gewoon een mini-huis bouwen als ik wil. Oh, dat is wel handig inderdaad. Ja, ik ben echt de hele tijd aan het struggelen om een blok te plaatsen, maar het werkt niet. Oh, arme jongen, moet ik je komen helpen anders? Nou, dat zou wel heel fijn zijn, maar dat ga je natuurlijk toch niet doen. Dan ga je nu nee, zeggen 3, niet. 2, 1. Ja, okay, wat denk je zelf van? Dat ik mijn resources ga verspillen aan een brug naar jou bouwen en om jou dan te helpen. Verspillen? Ik moet zelf overleven. Ja, ik verspil het. Ik moet zelf ook leren overleven hier, Giel. Nee, oké, maar nu zie ik het echt als een wedstrijd, zeg maar. Nu heb je een probleem. Nu sta ik aan. Joh, dit hoef je niet te zien als wedstrijd. We zijn goede vrienden, Giel. Het is niet alsof ik je straks ga opblazen of zo. Nou ja, zo lijkt het wel. Nee, hoezo zou ik jou opblazen? We moeten nog proberen samen te kijken wie het beste kan overleven. Jij wil me niet helpen te overleven, dus dan help ik jou ook niet. En dan wil ik het langste overleven, oké, Santino? Ik begrijp. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even kijken of ik de boom in kan klimmen. Ik denk dat wel verstandig is om te doen. Hop. En hatsa. En kijk, als ik nu val, dan ben ik sowieso morsdood. Ben ik... Oh, mijn god. Zo, nou, dat was ik ook bijna geweest ook. Zo, hop. En dan ik word geslagen hier door een koe, trouwens. Even tussendoor. Je wordt geslagen door een koe. Hij duwt me echt gewoon aan de kant. Want hij wil er doorheen lopen. En ik neem echt iets van 8 blokken in op de grond of zo. Dus ik snap het ook wel. Ja, daarom. Ik wil net zeggen, Giel. Je bent ongelooflijk groot. Jij neemt meteen die hele chunk namelijk. Je neemt je hele one block in beslag, maat. Ja, ik ben dik. Nou, je bent niet per se dik. Je bent gewoon heel erg groot. En dik. Ja, als jij jezelf dik... Ah, nee! Oh mijn god, ik viel bijna naar beneden. Ja, ik viel bijna naar beneden. Hoezo jammer nou weer? Ja, gewoon omdat jij ook niet mij wil helpen. Dus jammer. Jammer, Santino. Ja, okay. Jammer dat je niet neer bent gevallen en af bent. Jammer. Okay, Giel, oh mijn god, ik val weer. Precies dezelfde. Oh nee. Oké, Giel, luister. Als ik een leuk huisje heb gebouwd en ik ben zeker van overleven, dan help ik je wel, ja? Oké. Nee, maar dat hoeft beloofd. Al niet meer, hoor. Dat hoeft al niet meer. Jawel, erewoord. Ik help want je gewoon. Nu ben ik de beste. Nu kan ik al gewoon eigenlijk iedereen inmaken in deze challenge. Dus jij ook. Ja, is goed. Ik ben pongelijk een wespennest aan het slopen, maar er kwam geen bij uit. Een wespennest? Oh, je bent niet zo goed bezig dan, hè, als die wespen achter je aankomt. Nee, maar ze komen niet achter me aan, dat zeg je toch? Nou, ik wil je wel één ding zeggen alvast, Giel. Oh mijn god, zo. Hoppa, ja, zeg maar, nu ben ik benieuwd. Ik heb iets gevonden wat schijnbaar dus een geheim is op dit eiland. Een geheim op dit eiland? Waar heb je het over? Ik zit nog steeds bezig met mijn eerste muur. Nou, ik...
misschien dat je het gaat vinden, maar ik heb daarnet een groot geheim gevonden van deze Warblock. En het is echt heel fijn om te hebben. Wat dan? Dat ga ik je niet vertellen. Dan kom je misschien vanzelf achter. Jawel, dan kom ik je dadelijk helpen. Jij komt mij helpen. Vriend, jij neemt alleen maar ruimte in op mijn Warblock. Wat denk je zelf? Maar ik wil wel zombies. Dat is gezellig. Oh, nee, dat is helemaal niet gezellig. Neemt alleen... Oh, ik heb wel kool gevonden ook intussen al. Oké, leuk voor je dat je kool hebt, Satino. Ah, weet je wat? Ik dacht, ik vertel het maar even tegen je. Want dat betekent dus ook dat jij kool kan vinden. Maar dat wil je dus schijnbaar niet, dus dan is het oké. Jawel, dat wil ik wel. Waar kan ik dat vinden? Nou, naar beneden. Maar jij hebt amper ruimte. Ja, nou kijk, ik ben toch druk bezig met mijn huis. Zie je mijn huis? Nee, want ik ben aan het Oh, ik heb iron gevonden. Let's go! Oh, serieus? Ja, jongen. Alleen, het vervelende is, ik hoor spinnen en ik hoor zombies. En ik ben nogal klein, dus ik weet niet of ik die aan kan. Oh, dat is niet fijn. Nee, dat is Santino, ik heb al een huis gemaakt. Alleen, ik kan er nu zeg maar net in staan. Dat is wel een beetje... Eigenlijk een soort rok heb je gebouwd voor jezelf. Ja, zo mag je het noemen in principe van me hoor. Ja, wacht, ik kom even naar boven. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit ziet, Giel. Ik denk echt namelijk dat het echt een verschrikkelijk lelijk huis is. Hoe durf je? Hop. Dit is net een kledingkast, maat. Wat ben jij aan het bouwen? Ja, nou, ik moet mijn Hawaii-bloesjes ergens laten. Ja, dat is inderdaad wel zo. Ja, maar daar ga je toch nooit in overleven, maat? Ja, wat dan? Heb je een beter idee hoe dat ik een huis moet maken, Santino? Ik heb wel een raam om naar je te kunnen kijken. Hallo. Hey, Santino. Ja, oké. Okay, ja. Hallo. Je hebt niet inderdaad echt voor te kiezen. Oh, ik vergeet één steen. Hallo, Giel. Hallo. Wat een prachtig huis. Echt waar, serieus. Dank je. Ik denk dat ik nog nooit zo'n mooi huis heb gezien. Het is ook oprecht het veiligste huis van heel Minecraft. Wat een prachtig compliment ineens, Santino. Van het rooster ga je in één keer naar complimenten. Ik vind het mooi. Ja, weet je, soms, Giel, ben ik ook wel een beetje aardig, hoor. Ik bedoel, zo zou ik het ook weer niet noemen, maar... Het wordt gewaardeerd in ieder geval. Echt wel. Wat ik wel ga doen, is ik ga het lekker in je gezicht wrijven. Ik ga even wat iron smelten intussen. Zo. Nee, ja, ik kan dit toch niet naar beneden, Santino. Ik kan niet zo'n groot... Ik kan niet eens... Oh, wacht. Ik kan wel. Oh, ja. Wat ben je nou weer van plan om te doen? Nee. Ja, ik probeer hier naar beneden te hakken. Maar ik moet dus 9 blokken naar beneden hakken om überhaupt, zeg maar, naar beneden te kunnen hakken. Je gaat wel inderdaad naar beneden. Kijk, dat is een beetje... Zal ik anders gewoon even een stenen shovel naar je toe gooien? Oh ja, want dat kan jij vanaf daar. Ja, hier, kijk maar. Alsjeblieft. Wat? Nee, Santino, gooi hem nou in de void. Doe dat nou echt? Of doe dat nou echt? Ik flex gewoon. Ja, ik merk, maar nu zit ik trouwens ook. Ik merk nu dat ik te weinig blokken heb om weer uit het gat te komen. Oh nee, ik zit vast. Arme jongen. Ik zit arme jongen. Hoe ga je dit nou weer flexen? Oh. Ja, dat weet ik ook niet. Oh god, ik heb een god gevonden. Ah! Een spin. Ah, ga weg. Oké. Okay. Wat kan ik hier nog meer vinden dan? Oh, dit is gewoon één grote grotsysteem. Ah, 2 zombies. Oh, maar die zitten vast. Lekker voor ze. Ja, ik heb een soort god gevonden of zo. Ik heb ook goud gevonden, zie je. Wat kan ik hier nog meer vinden dan? Kan ik hier diamonds vinden? Iron nog meer? Oké, okay, let's go. Wil je het goud niet even aan mij geven? Misschien. En de iron, let's go. Mag ik het weer? Ja. Ik wil je best wel het goud geven, hoor. Ik bedoel, ik heb daar helemaal niks aan, aangezien ik net iets heel erg goeds heb gevonden. Mag ik ook de iron, let's go? Nou, je mag zeker geen iron hebben. Dat is één ding wat zeker is. Dat heb ik zelf nodig. Want als je hier namelijk mobs gaat spannen, dan heb ik wel het een en ander nodig, Giel. Maar Santino, ik ben ondertussen bezig met een geheim project wat je nooit gaat geloven. Dit wordt het ziekste project wat je ooit hebt gezien in Minecraft kleine mensen historie. Ga je jezelf weer groter maken, dan wil je zeggen? Nee. Oh, diamonds! Oh! Ik heb diamonds, Giel. En ik ben niet bang om ze te gebruiken. Nee. Wacht, even kijken hoor. Hoe kom ik hier naar boven? Ik wil de diamonds van je overkopen voor 3 bloemen. Oké? Okay? 3 bloemen. Dat is alles bloemen. Wat ik heb. Dat is het meest waardevolle spul. En ja, je mag ook komen logeren in mijn bunker als je dat wilt. Maat, wat heb je nou weer gebouwd? Wat is er? Vind je het grappig? Vind je dat grappig? Is dit? Ik zit hier vast, hè? Ik zit hier vast. Ik kom niet meer omhoog. Ik heb ik zit diep onder de grond en ik heb nog geen enkel iron diamond of gold blokje gevonden. Helemaal niks. Okay, niet eens kool. Wacht even. Ik heb niet eens kool gevonden, Santino. Jij doet me dit aan, hè? Jij hebt mij in deze setup gegooid voor deze challenge. En ik probeer echt mijn uiterste best te doen om te overleven, maar het lukt gewoon niet, oké? Okay? Ik word helemaal gek hier en je moet me nu komen redden. Want... Ja, maar ik kom je ook helpen. Zie je niet dat je een brug aan het bouwen bent? Oh, je bent een brug? Santino. Ja, ik wil je best wel helpen. Oh, ja, natuurlijk. Ben je aan het helpen? Ja, ik vind het best wel sneu eigenlijk dat je het vast zit.
Oké, dat is echt Oh mijn god, ik viel bijna. Hallo Santino. Hoe gaan we dit fixen? Nou, zeg maar, hoe dat je mij hier uitkrijgt, is als we zeg maar een trap moet van 3x3 zijn, zeg maar. Oké, wacht even. Dus anders als kan we ik nou niet dit uit. Doen. Ja, maar ja, hier kan ik dus ook niet overheen springen. Hij moet iets lager nog. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, Santino. Nee, ja, dat, nee. Ja, 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 je hebt wel verzonnen dat je nu al naar beneden gaat. Oh, zo kan ik ook niet op trouwens. Nee, ook... zo. En als je ook niet, ik spring niet hoger of zo, hè? Jeetje! Ja, maar nu dan? Nu wel. Nu. Ja. Nu kom je erop. Oké. Okay. Jee, Michiel, hoe kom je... Nou, ik weet niet hoe je dit gaat doen, hoor. Om heel even ja, te zijn. Ik ook niet. Ja, je okay, moet... maar je bent echt mijn enige hoop. Ga je me nou echt je laten zitten? Je gaat ga laten ze naar achteren? Zitten. Ga je ze gaat achteren? Me laten zitten? Nee, nee, nee. Ik kom verder naar achteren. Oké, spring er eens af. Wacht even, ik heb een idee. Zo, en dan als je nu op dat ene blok springt. Nee, dat kan niet, want ik moet 3 blokken hebben om op te staan. Oh mijn god, Giel! Ja, okay, ja. Wacht, zo. Ik heb dit toch niet verzonnen? Wacht, ik help je. Nee, dit komt goed, dit komt goed. Ja, zo, 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 ja, ja, ja. En dan, jeetje. Nee, ja, dan moet hier nog, zeg maar, dit moet nog weg waar je op staat. Ja, nou, dan doen we dat. Zo, dan gaan we dit weghalen. Ja, en nog eentje, en dan, ja, zo, ja, ja, oké. Ja, wacht even, want ik moet nu naar boven. Anders kom ik er weer niet uit. Nee, ja, maar daar gaat het niet om. Ik moet eruit, hè? Ja, nee, dat... Maakt niet uit als jij eruit komt. Auw! Nee, dat is niet de bedoeling. Oké, wacht. Oké, ik ga op jouw niveau staan. Let op. Als je nou... Op mijn niveau? Ben je me nou ook nog... Ben me gewoon belachelijk aan het maken hier. Spring is daar, hè? Mijn niveau. Zo, hoppa. Zo, oké, mooi. Oh, dat werkt. Oké, oh, dan kan je het gewoon daar doen. Ja, ja, ja. Ja, wacht. Maak die? Nee. Jawel, let op. Ik heb dit. Als je hier nou... Ja, juist. Hoppa. Ja. Nice. Wauw, wat een... Ik verwacht wel wat stenen van jou terug, Giel. Zo, hop. Santino, ik heb... zeg maar, niet echt heel erg veel stenen of zo. Ik je hebt eigenlijk gewoon helemaal nodig. Niks. Ja, okay, ik heb wel wat stenen. Oké, spring hier eens beetje op. Beetje hier, alsjeblieft. Die zijn voor jou. Oké, dankjewel. Zo, en dan... Wacht even, nu hak ik dit weg. Oh, ja, ja. Kijk. Oh, ja, je water is wel... Oké, nou, alsjeblieft. Ik ga er weer vandoor, ja? Oké, nou, Santino, dan ga ik lekker hier even chillen nu het kan. Ik ben weer helemaal veilig. Kijk, dit zit zo lekker in mijn huisje. Geweldig. Wow. Oh, wacht, trouwens. Ik ga wel even wat doen trouwens in jouw grote boom. Oh, wat dan? Nee, je gaat niet mijn boom ook al weghakken, alsjeblieft. Ik ga je boom niet weghakken, alleen ik moet even wat ophalen hier. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Niks. Ik hou je in de gaten. Ik zie je gewoon, hè? Ja, dat begrijp ik. Zie je mij nu nog steeds? Zo. Ja. Ja, ik heb je gevolgd. Dat is wel echt bizar. Oké, wacht zo. En dan hop. Wat ben je aan het doen? Je bent iets van plan wat ik niet leuk ga vinden. Anders had je al gezegd wat je ging doen namelijk. Nou, ik had het toch over een bepaald geheim. Over een bepaald geheim? Nou, wat? Ja, oh, nee. Boven in die boom zit iets. Daar meen je niet. Hier is hij. Een leuk kistje. Met gouden appels en Dood van de Dying. Oké. Dus ik denk dat ik dat even ga innen. Zo, hop. Mag ik die misschien hebben? Dat is mijn goed. Nou, ik denk het niet. Oké, nou Santino. Ah, nee! Als je zo cool gaat lopen doen, dan kom ik toch lekker naar jouw eiland. Nee. Giel, nee, dat zijn als... eiland. Dat is niet afspraak. Oké. Nadat ik deze dingen heb weggehakt, zodat ik überhaupt op jouw eiland kan komen. Stop. Oké, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow, en dankjewel. Oké, dan heb ik je hiermee geholpen. Alsjeblieft, geniet er lekker van. Maar ik ga even verder, want ik heb het gevoel... Ik ga in jouw jacuzzi zitten ondertussen dan. Mijn jacuzzi? Dat is mijn vijver, maat. Jacuzzi. Mijn vissen gaan dood als je een scheet inlaat. Ik laat toch geen scheet erin? Wacht, even mijn badpak aandoen, hoor. Wacht even. Ga je even nou weer doen? Badpak aan. Kijk, zo. Dat is toch geen badpak, Giel? Oh, dit is inderdaad geen badpak. Wacht, even kijken. Even kijken of dat ik mijn badpak... Kijk, zo. Op. Nou, ik weet niet wat je... Wat ben jij nou weer? Je bent een zonnebloem. Dit is een bananenpak, zie ik nu. Oh, een bananenpak. Jeetje, oké. Nou, weet je wat? Ik doe gewoon mijn superhelden outfit aan. Dan kom ik even iedereen redden hier zo. Ja, ik weet niet wie jij van plan bent te gaan redden. Je moet jezelf redden, Giel. Je was er net namelijk vast in een gat. Dus ik weet niet wat jij dat is waar ook. Redden. Oké, weet je wat? Ik ga mezelf even redden. Ik ga even terug naar mijn eigen eiland. Nou, doe dat lekker. Is ik heb het donker ook in één keer. Ja... Nou, dat is toch logisch? Het wordt nacht op een gegeven moment, Giel. Ja, oké. Nou, ik denk dat ik zo even lekker een dutje ga doen, hoor. Hé, ga jij even lekker een dutje doen? Ik heb het gevoel dat ik nog meer in deze mine kan vinden. En dat ga ik ook zeker vinden. Let jij maar eens op. Pff, ik geloof er helemaal niks van. Oh, nee? Eens even kijken. Ik ga een beetje hier snuffelen. Zo, ik ben weer op mijn eigen eiland, hoor. Ja, gelukkig maar. Santino, je moet me komen helpen. Ik heb hier met last wat nou van weer? Skeleton probleem. Ja, nou, dat is dus niet mijn probleem. Ja, wat, niet jouw probleem. Wat is dit nou weer voor? Je bent echt aan een misgunner gewoon. Nee, helemaal niet. Giel, het gaat erom wie het snelst kan... Giel, het gaat erom wie het langst kan overleven. Als jij niet kan overleven in jouw mieterige op jouw... Oh, wat heb ik nou weer gevonden? Uh-oh. Giel? Wat heb jij nou weer gevonden?
Niks. Wat heb je gevonden? Ik heb een verrassing gevonden. Een verrassing gevonden? Nog een verrassing weer? Gevonden. Op ja, als je ging minen, verrassing... dan kon je die verrassing vinden. Ja, Santino, je hebt toch toen net gezien hoe dat ik vast zat in dat gat. Ik kon helemaal niet minen. Wacht, zal ik... Ik help je wel eventjes. Nee, ben je jouw eiland toevallig zat? Nee, ik wil gewoon eventjes lekker gewoon gaan slapen. Als het even kan. Zal ik jou eens anders eventjes lekker wakker maken, Giel? Je hebt een pijl in nee, je hoofd, nee. Doe maar niet. Oké, kapiem! Wat? Nee, wat is dit? Santino? Ik heb een kogel. Kom hierheen alsjeblieft. Kom hier. Dat durf je niet, hè? Dat oh, nee? Niet. Je durft niet. Kom dan. Ik pak je gewoon. Ik pak je. Ik help je. Ik help je. Je helpt me. Je sloopt gewoon mijn hele eiland, joh. Gek. Kijk, je schaap. Boom. Stop. Boom. Jippie. Het is levensgevaarlijk wat je nu aan het doen. Er zit een heel gat op mijn eiland. Wat heb ik jou misdaan? Nou, het maakt dus helemaal... Auw. Het maakt dus helemaal geen damage. Ik had verwacht dat het damage zou doen, maar het doet echt helemaal niks. Oh. Je hebt echt een heel erg groot probleem, Santino. Je hebt echt een mega groot probleem. Hoe bedoel je? Je vroeg, ik moet je helpen met de skeletons. Wat doe ik? Ik help je met de skeletons. Santino, ik vind het een beetje raar hoe dat je nu doet. Oh ja? Nou, ik vind het helemaal niet raar. Bam! Oh. Giel? Ja, ik zag wat er gebeuren. Ik denk dat jij hebt gewonnen. Oh, denk je dat? Ja, nou, dat denk ik vrijwel zeker. Ik ben dood gegaan. Kun je niet meer respawnen of zo? Nou, ik kan wel respawnen. Oh, ik kan wel respawnen. Doei. Maar dan ga ik... Nee! Nee! Jij kan mij wel opblazen? Serieus? Wat is dit nou weer? En daarmee sluit ik deze video af. Wil je nou nog een video zien? Dan kan dan klik op een van deze twee video's hiernaast. Maar die moet je zeker gezien hebben. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!